10 minuten voor 11 is het nu. Welkom. 75 jaar geleden werden we bevrijd. Straks in april en mei zijn we uitbundig. Vieren we feest. Vandaag, 9 maart, zijn we verstild. Welkom allemaal. Lieve mensen hier aanwezig, meisjes en jongens. Dinsdag, 9 maart 1943. Het was bijna 10 minuten voor 11. Betje Stoppelman, Sientje Stoppelman, Heintje Levy en Heiman Abtroot stonden bij de bushalte van de stichting. Hier in Wagenborgen. Volgens hun ooggetuigen stonden de zusjes Stoppelman gearmd te wachten. 4 mensen, 4 Joden, die hier op de stichting woonden, gingen op reis. En ze hadden een koffer bij zich. Ze gingen een wisse dood tegemoet. Zo was het gepland. Zo was het afgesproken. Maar dat wisten ze niet. Ze wisten dat ze, omdat ze Joden waren, naar een verzamelplaats moesten. Dat was immers ook besloten. Ze werden begeleid door een veldwachter, in burger waarschijnlijk. En ook nog door een zuster, een verpleegkundige. Ze voelden de spanning die paste bij deze reis. Wat stond hen te wachten? Ze gedroegen zich rustig. En ze hoopten misschien wel dat het allemaal een beetje mee zou vallen. Maar er was anders beslist. Ze moesten dood. Opgeruimd. En wel heel snel. Met de herdenking van vandaag willen we ons die verschrikkelijke gebeurtenis blijven herinneren. Ook in dit jaar van bevrijding. 75 jaar geleden. En dit monument moet ons eraan blijven herinneren wat het buitensluiten van mensen, waar dat toe kan leiden. Buitensluiten. Het verhaal van Betje, van Sientje, van Heintje en Heiman is een verhaal van systematische kwaadaardige uitsluiting, moeilijk, op basis van ras. Het Joodse ras. Ze werden uitgesloten om verder mee te doen in hun veilige omgeving hier van de stichting. Stichting tot Christelijke Liefdadigheid. En het kostte hun eindelijk het leven. Nooit meer. Dat is de reden, de drijfveer van herdenken. Nooit meer zal dit ons gebeuren. Nooit meer zullen we buitensluiten om wie je bent, om je geloof, om je ziekte, om je huidskleur. Nooit meer. Nooit meer. Elise van groep 5 gaat nu haar gedichtje voordragen. Bij het Joodse monument herdenken we Betje, Sientje, Heintje en Heiman. Ze zijn vergast omdat Hitler Joodse mensen haatte. Ze dachten dat ze gingen douchen, maar Betje, Sientje, Heintje en Heiman en nog meer kinderen en mensen werden vergast. Merle van groep 6 draagt een gedichtje voor.
Mijn vriendin. Mijn vriendin en ik. Elke dag lol, elke dag schrik. Heel verschillend, maar toch ook gelijk. Voor mij was ze ontzettend belangrijk. Elke dag naar school, samen op pad. Ik haalde haar op. Zo gezellig was dat. Maar toen, die ene dag. Haar achterdeur stond open, maar niemand die ik zag. Alleen kwam ik op school aan. Ik keek of ik haar fiets daar zag staan. Maar helaas geen fiets van haar. Ik voelde me ineens heel raar. Aangekomen in onze klas. Iedereen was stil. We wisten toen waar ze was. Iedereen was stil. Mijn vriendin zag ik nooit meer terug. Ik ben stil. Mag ik nou het woord geven aan burgemeester Gerard Beukema namens het gemeentebestuur en de inwoners van de gemeente Delfzijl. Dames en heren, jongens en meisjes. Naar verluid was de ochtend van de 9e maart 1943, zoals vandaag, zonnig. Maar een flink aantal graden kouder dan vandaag. Hier vlakbij stonden 4 Joodse bewoners van het toenmalige tehuis van de Vereniging voor Christelijke Liefdadigheid te wachten op de dienstbus voor de eerste etappe van een reis met een onbekende bestemming. De geschiedenis verhaalt niet of ze werden uitgezwaaid. Er waren toentertijd nog maar weinig mensen, en zeker niet in Wagenborgen, die hadden willen geloven dat zij een gewisse dood tegemoet zouden gaan. 4 dagen later al. Want hun bestemming bleek, weten we nu, het vernietigingskamp Sobibor, diep in de uitgestrekte bossen van Oost-Polen op de grens met Wit-Rusland en de Oekraïne. Het is waarschijnlijk dat Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levy en Heiman Abtrood voor die 9e maart 1943 in hun leven maar 1 grote reis hebben gemaakt, die van hun woonplaatsen Oude Pekela, Termunten en Hoogzand naar een nieuw tehuis in Wagenborgen. En dan ineens zo'n lange reis, hun laatste reis. 77 jaar geleden vertrokken zij vol angstige verwachting. Jaap Meijer, een orthodoxe Jood die in Winschoten was geboren en in Amsterdam het seminarium had bezocht, maakte bijna een jaar later vanuit Westerbork dezelfde reis oostwaarts. Onder het pseudoniem Sal van Messel beschreef hij zijn gevoelens toen zijn laatste trein op 22 februari 1944 Winschoten passeerde, waar het graf van zijn vroeg overleden vader lag. Hij dichtte later: "Du letzte Trein, der mir Winschot langs nur schaarse rit, lag onder deze zulfde locht mijn jongenstiet. Dag, dode babbe, du ligst haal dichtbij, hoor hen gewoon wie." Jaap Meijer overleefde het kamp Bergen-Belsen. Sientje, Heintje, Betje en Heiman waren kansloos. 4 dagen na hun vertrek uit Wagenborgen werden ze in Sobibor vergast. Tussen maart, de gruwelijke cijfers spreken boekdelen. Tussen maart en juni 1943 werden vanuit Nederland en vanuit Westerbork in 19 transporten ruim 34.000 Nederlandse Joden naar Sobibor getransporteerd. Slechts 18 van hen overleefden. Voor de mensen hier geven Betje en Sientje, Heintje en Heiman, de vele Joodse oorlogsslachtoffers een gezicht. In hun naam mogen we de Holocaust niet vergeten. Daarom is het belangrijk dat we jaarlijks bij dit monument, bij hun monument, samenkomen. Daarom is het ook belangrijk dat de leerlingen van de hoogste klasse van de basisschool in Wagenborgen elk jaar over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging wordt verteld.
want het verleden levend houden geeft ons de kans lessen te trekken voor de toekomst. Het verhaal over de vier bewoners van de stichting is één van de stukjes waaruit de legpuzzel van onze wereldgeschiedenis wordt gelegd. De wereldgeschiedenis vertelt de grote lijnen. De verhalen over de mensen en hun lijden kleuren die grote lijnen in, maken ze tastbaar en geven ze emotie. Door die persoonlijke geschiedenissen staan we stil bij wat goed is en wat kwaad. Wie de verhalen over het verschrikkelijke lijden van toen kent, zal zeker beter begrijpen wat je in tijden van vrede moet doen. Wanneer je vele keren de oorlogsverhalen hebt gehoord, ben je niet onwetend meer en loop je minder snel weg voor verantwoordelijkheid nemen als dat nodig is. Maar het is geen garantie. Jeuden, altijd jeuden, dichter Sel van Messel. In deze tijd is dat helaas maar al te zeer een waarheid. Vormen van antisemitisme komen in Europa en ook in ons land nog steeds voor. Met inzicht, verwerf en herdenken maken we het kwaad dat de Joden, elk Joods kind, elke Joodse man of vrouw is aangedaan, niet ongedaan. Wel weet ik zeker dat onze toekomst er beter uit zal zien als we het verleden levend houden door elk jaar opnieuw de aandacht te vragen voor het trieste lot van Betje, Sientje, Heintje en Heiman. Liam van groep 5 draagt een gedicht voor. Joden, de trein, de Tweede Wereldoorlog, de Joden werden gehaat, Duitsers. Lars van groep 6 draagt een gedicht voor. Hitler, waarom haatte hij Joden? Waarom moesten de Joden dood? Waarom, hij was toch zelf ook een beetje Jood? Waarom werden ze mishandeld? Waarom moesten ze naar Sobibor? Waarom mochten ze niet blijven leven? Waarom mochten ze geen leuk leven hebben? Waarom werden ze vergast? Mag Hitler dat zomaar beslissen? Het is niet eerlijk dat hun dood moesten. Mag ik nou het woord geven aan Roel Verheul, namens de Raad van Bestuur van Lentes, namens het personeel ook van Lentes. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Herinneringen kies je niet. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Voor Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levy en Heiman Abdrood was dat te laat. Zij stapten op 9 maart 1943, vandaag precies 77 jaar geleden, op de bus hier in Wagenborgen. 4 dagen later, op 13 maart, kwamen ze aan in Sobibor. Hun reis en hun leven eindigden daar. Ze werden er direct na aankomst vergast. Omdat ze Joods waren. En omdat ze psychiatrisch patiënt waren. Dat is te erg voor woorden. En toch proberen we er hier op 9 maart iedere keer weer woorden voor te vinden. Na de oorlog werden Betje, Sientje, Heiman en Heintje lange tijd vergeten. Tot ze in 1990 werden herdacht met een plaket hier in Wagenborgen. Sinds 2006 herdenken we hen jaarlijks bij dit monument. Met de herdenking willen we ons die verschrikkelijke gebeurtenis blijven herinneren. We willen het monument levend houden. Daarom staan we hier ieder jaar rond 9 maart.
En daarom hebben we het verhaal van Betje, Sientje, Heiman en Heintje in 2018 vastgelegd in een boek. Het boek, Levend Monument geheten, is zo genoemd omdat we het verhaal levend willen houden voor de huidige en toekomstige generaties. Want hun verhaal mag zeker niet verloren gaan. Wat ze onderweg hebben meegemaakt, we zullen het nooit precies te weten komen. Want ze zijn niet teruggekeerd om erover te kunnen vertellen. Van anderen die dat wel deden, kunnen we ons een beeld vormen van de verschrikkingen die ze hebben moeten doorstaan. Verschrikkingen die, zoals we nu weten, generaties lang doorwerken. De herinneringen van de eerste generatie drukten een stempel op de tweede generatie. Dat zien we binnen Lentes terug in het psychisch lijden van tweede generatie slachtoffers. Nooit meer. Dat is de drijfveer van herinneren. Nooit meer zullen we buitensluiten. Lentes leeft er iedere dag naar. We brengen onze zorg dichtbij in de regio, in de wijk, zodat er geen ruimte is voor buitensluiten. We betrekken de omgeving bij de zorg, omdat die altijd ingebed moet zijn. Onze medewerkers spannen zich dagelijks in om met onze cliënten in de samenleving aan hun herstel te werken. Een samenleving hoort altijd inclusief te zijn, voor iedereen. Als nieuwe bestuurder van Lente sta ik hier voor het eerst. Ik kende het verhaal van Betje, Sientje, Heintje en Heiman nog niet. Door het boek Levend Monument en door hier te zijn, maakt het vanaf nu af aan onderdeel uit van mijn leven. Ik zal hun verhaal meenemen en doorgeven aan anderen. Hartelijk dank voor uw aandacht. We gaan nu beginnen met de bloemlegging en het plaatsen van de krans straks. Mag ik Jarike en Iwan vragen om namens alle kinderen van de Kronkelaar een bloemstuk neer te leggen bij het monument. Mag ik namens Lentes aan Roel Verheul en Henk Dijkema vragen om de krans te plaatsen? Mag ik namens de gemeente Delfzijl burgemeester Beukema vragen om een bloemstuk neer te leggen? Mag ik namens de protestantse gemeente Eems-Dollard, Els de Vries en Trein Ploeger vragen om de krans bloemstuk neer te leggen? Thank you.
mag ik namens de gereformeerde gemeente van Wagenborgen Joke Winter en Klaske Brons vragen om bloemen te leggen. Namens de Vereniging van Dorpsbelangen van Wagenborgen gaan Iti Doddema en Peter Soeters bloemen leggen. Namens de werkgroep Erfgoed Groot Bronswijk gaan Gezien van Antwerpen en Wiemer Brons nu bloemen neerleggen. Het is heel bijzonder en we vinden het heel fijn dat meneer Elie de Leeuwen en zijn echtgenoten uit Bedum zijn gekomen om deze herdenking mee te maken. Meneer de Leeuwen is overlevende van de Holocaust. Hij heeft het overleefd. Meneer de Leeuwen wil graag een paar woorden spreken. Deze dag herdenken wij waar we het liefst eigenlijk aan voorbij zou gaan. Wij herdenken alle die hun leven gaven voor onze vrijheid. Wij herdenken dat zoveel van ons zich niet realiseerden dat de vrijheid en de vijand geen pardon gaf, ook niet waar het kleine kinderen betrof. Wij herdenken dat zij in grote nood, soms dagen zonder eten of drinken, de dood ingejaagd werden. Wij herdenken alle groot of klein, wiens leven zo abrupt, het leven wat afgenomen, zonder enige schuld ergens aan te hebben.
Wij herdenken dat u nu door toedoen van bevriende landen weer vrijheid hebben gekregen. Maar van welke prijs? Wij herdenken dat ik alle verschrikkingen heb mogen overleven. Wij herdenken dat ieder mens er één is die net zo geleden heeft als wij. Wij herdenken de inspanningen van velen onder ons om tot een werkelijke vrede onder de volken te komen. Wij herdenken alle die onze lief waren en die vermoord werden, alleen omdat ze waren die ze waren. Wij herdenken alle om een waarschuwing te zijn tegen alle kwaadwillenden in onze maatschappij. Wij herdenken dat u verantwoordelijk bent voor uw leven en dat van anderen, ongeacht of u het met hen eens bent of juist helemaal niet. Wij herdenken al onze familie en al onze onbekenden. Dank u voor uw aandacht. Ik noem hun namen. Betje Stoppelman. Geboren op 24 juli 1895 te Winschoten. Dochter van Mozes Stoppelman en Wilhelmine Bargeboer. Op 9 april 1930, als ze 34 jaar is, komt ze op de stichting. Ze werkt in de keuken. Ze maakt potten en pannen schoon. Op 9 maart 1943 weggevoerd. Overleden op 13 maart 1943 te Sobibor, 47 jaar oud. Trein Ploeger legt een kiezel. Sientje Stoppelman, geboren op 20 januari 1909, de Oude Pekela. Ook een dochter van Mozes Stoppelman en Wilhelmine Bargeboer. Op 6 augustus 1930, ze was toen 20 jaar, komt ze op de stichting. En werkt net als zusje Betje in de keuken. Op 9 maart 1943 weggevoerd. Overleden op 13 maart 1943 te Sobibor, 35 jaar oud. Wiemer Brons legt een kiezel. Heiman Abtroot, geboren op 1 augustus 1924 te Hogezand. Hij was de zoon van Bernard Abtroot en Margaretha van Delft. Op 3 maart 1931, als hij 6 jaar is, komt hij op de stichting wonen in paviljoen Bethesda. Op 9 maart 1943 weggevoerd. Overleden op 13 maart 1943 te Sobibor, 19 jaar oud. Klaske Brons legt een kiezel.
Heintje Levi. Geboren op 7 juni 1890 te Groningen. Een dochter van Jozef Levi en Rika Levenpol. Ze was het 9e kind. Wanneer ze op de stichting komt, is niet bekend. Ze is nooit ingeschreven geweest in de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Termunten. Wat we weten is dat ze op 9 maart 1943 is weggevoerd. Overleden op 13 maart 1943 te Sobibor op de leeftijd van 52 jaar. Gezien van Antwerpen legt een kiezel. Laten we een minuut stil zijn. Sarah van groep 5 draagt een gedicht voor. De Tweede Wereldoorlog. Betje, Sientje, Heintje en Heiman wonen in Groot-Bronswijk. Ze gingen op vakantie, dat wilde Hitler. Dat moest omdat ze Joden waren. In 1943 stapten ze in de bus. Het was een spannende reis. Woensdag 10 maart rijdt de trein uit Westerbork.
Toen ze aankwamen met de trein, zei meneer, ga maar douchen. Jullie hebben vast een lange reis gehad. Ze gingen douchen, maar er kwam geen water uit, maar gas. Alle mensen overleden. Toen ze waren vergast, werden ze nog verbrand. Daarom, 9 maart, 10 voor 11, herdenken we Betje, Sintje, Heintje en Heiman. En Rosalia van groep 6 draagt ook een gedicht voor. Joden. In groep Lonswijk woonden Joden die Hitler wilde doden. De Joden moesten alles doen wat Hitler zei, anders was de tijd voor de Joden voorbij. Hitler was de baas van Nederland, dat was voor de Joden heel erg irritant. Ze moesten op de reis met de trein. Die was heel lelijk en dat was niet fijn. Na 3 dagen kwam de trein naar Polen. Ze kwamen aan bij een kamp voor de Joden. Er kwam geen water uit, maar gas. We moeten het herdenken omdat zo het leven van de Joden was. De kinderen en de volwassenen, als ze dat willen, mogen nu een kiezel of een bloem neerleggen bij het monument. Iemand dichten. Daar in Westerbork vertrok de trein. Daar in Westerbork op het perron, daar stonden mensen. Met angst in hun ogen voor de reis begon. Een man met een vrouw met een kind met een toekomst. Mensen als dieren opgejaagd. Daar was het oosten, daar gingen ze heen. Verder dan een trein kan reizen, door de hel, naar de hemel. Hier was het leven en daar was de dood. Voor elke bastaard en zigeuner, voor elke homoseksueel en elke jood. Ik kan het in ieder geval niet begrijpen. Mijn hoofd kan daar niet bij. Er is te veel over geschreven. En het is natuurlijk veel te lang geleden. Dus we mogen het vergeven. Maar als we het vergeten, dan begint het weer opnieuw. Ik wil graag deze herdenking afsluiten met het Kaddish. Het Kaddish wat we al 14 jaar hier bij dit monument
uitspreken bijna aan het eind van de herdenking. En het luidt als volgt. Bij zonsopgang en zonsondergang denken wij aan hen. Bij het waaien van de wind en de kou van de winter denken wij aan hen. Bij het openspringen van de knoppen in de lente, bij de nieuwe geboorte van de natuur denken wij aan hen. Onder de blauwe hemel, in de hitte van de zomer, denken wij aan hen. Bij het ritselen van de bladeren, in de schoonheid van de herfst, denken wij aan hen. Wanneer het jaar begint en wanneer het eindigt, denken wij aan hen. Zolang wij leven, blijven zij leven. Ze zijn een deel van ons, zolang wij hen herdenken. Vergeten zijn ze niet en nooit zullen ze vergeten worden. En met het Kaddish zijn we aan het eind gekomen van deze herdenking. Ik wil de meisjes en de jongens van de school heel vriendelijk bedanken voor de mooie gedichten en de mooie verhalen. Ik wil in het bijzonder meneer De Leeuwen bedanken voor zijn indrukwekkende woorden. En ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor het komen. En ik wens u nog een hele prettige dag. En misschien wilt u met mij meezeggen en meepraten door te zeggen shalom. Wel thuis. Vergeet nog één ding. Zo dadelijk bent u allemaal genodigd om nog even na te zitten, na te praten in ontmoeting onder het genot van een kopje koffie. En ik weet dat de kinderen nu weer naar school gaan en ik wens jullie nog een hele fijne dag op school. Dank u wel allemaal. Mm-hmm.